Welkom bij Earth Matters TV. Mijn naam is Arjan Bos en vandaag is de Nationale Donorweek begonnen in 2016. Hij is erop gericht op de 9 miljoen Nederlanders die nog geen keuze hebben vastgelegd. De Nederlandse Transplantatiestichting, het Ministerie van Volksgezondheid, patiëntenverenigingen, gezondheidsfondsen en alle andere betrokken komen in actie en vragen ze tijdens deze week aandacht voor het tekort aan donoren. Sinds kort leef ik dankzij de longen van een ander. Daar heb ik langer moeten wachten. Bijna te lang. Dan gaat er van alles door je heen. Hoe moet het nou met hen? Ik sta al jaren geregistreerd als orgaandonor. Voor een ander natuurlijk. Nooit gedacht dat ik zelf een orgaan nodig zou hebben. En als jij nu denkt dat overkomt mij niet? Dat dacht ik dus ook. Ja, bij mij aan tafel zit Ger Lodewijk. Hij is schrijver van het boek Wat je over orgaandonatie zou moeten weten. Van harte welkom, Ger. Dank je voor de uitnodiging. Ja. Als we dit filmpje zien, dan klinkt het allemaal heel plausibel en heel menslievend op het moment dat je voor orgaandonatie zou kiezen. Waarom hou jij een pleidooi om dat juist niet te doen? Nou, ik hou geen pleidooi om geen orgaandonor te zijn. Ik hou een pleidooi voor eerlijke informatie. Die eerlijke informatie hebben we namelijk nodig om een eigen verantwoorde keuze te kunnen maken. Maar dan dien je niet alleen te weten dat er een aantal mensen op de wachtlijsten staan die graag een ander orgaan willen hebben. Dan dien je ook te weten wat er in voorkomend geval, hè, want we hebben het hier over, die hele campagne is er ook op gericht op mensen die zogenaamd postmortaal, dat wil zeggen na de dood, orgaandonor zouden willen zijn. Dan dien je ook te weten wat dat inhoudt, want dat postmortaal, dat na de dood, dat is gewoon een misleidend begrip, want die mensen zijn helemaal niet dood. En kijk, als iemand zegt ik ben volledig ingelicht, ik weet waar ik voor kies, dan vind ik dat prima. Dan zeg ik, joh, doen. Ja. Maar als iemand een keuze maakt terwijl hij niet weet waar hij voor kiest, dan vind ik dat de overheid ons aan het misleiden is. Want ze weigeren al 20 jaar om de juiste informatie te geven. Ja. En, dus, en nog even terug naar, naar de cijfers. En ze zeggen van dat er nog een ruim 1000 mensen op de wachtlijn staan voor orgaandonoren. En in 2015 hebben ze 265 orgaandonoren het leven van 759 mensen gered. Mm-hmm. En er zijn 134 mensen overleden die nog op de wachtlijst stonden. Ja. Inmiddels hebben 2 van de 5 Nederlanders van 12 jaar en ouder hun keus vastgelegd in het donorregister. Ja. En dus dat zijn bijna 6 miljoen mensen, waarvan wie 60% toestemming geeft en dus 40% niet. Ja. Ja. En, dat betekent dus dat ongeveer, wat zullen we zeggen, een derde, misschien iets meer dan een derde ja heeft gezegd. Die willen wel donor zijn. Ja, klopt. En de rest zegt nee. Dat is best veel. Ja, dat is best veel, maar ongeveer 2/3 zegt nee of we weten niet wat ze willen. Ja, ja, dat klopt. Dus dat is ook een heleboel. Dat is nog veel meer zelfs. Ja, ja. En, maar op zich zijn natuurlijk hele mooie dingen dat het leven van 759 mensen gered zijn vorig jaar. Ja, dat kun je rustig stellen. En ik heb er ook geen enkele moeite mee dat we compassie hebben met de mensen die aan orgaanfalen lijden. Ik begrijp dat heel goed. Zeker ook als je te maken hebt met jonge mensen, ook met jonge ouders van kinderen, die zowel ouders of kinderen die met dat probleem zitten van orgaanfalen. Het zal je maar overkomen. Daar heb ik best wel enig begrip voor zover ik daar begrip voor kan hebben. Want ik heb het zelf nooit in de lijve ervaren natuurlijk. Nee. Maar nogmaals, je dient ook te vertellen, hè? En dan denk ik terug aan ouders van kleine kinderen en ook van grote kinderen die hun kind hebben vrijgegeven om orgaandonor te worden en die daar later enorm veel spijt van hebben gekregen. Dan denk ik, dat moet je zien te voorkomen door de juiste informatie te geven. Ja, ja, je hebt zelf in een artikel wat je in 2013 hebt geschreven een hele korte opsomming gegeven over en dus dat de bewijzen dat de hersendoodverklaarde orgaandonor niet dood is. Ja, dat en het leeft welke, dus. Ja, en, dus, en uit welke signalen dat is af te leiden. Nou, daar heb ik even een korte opsomming van gemaakt waar ik ons even doorheen wil leiden. En je zegt van de lichaamstemperatuur die is normaal. Het hart klopt en stuwt het bloed door het lichaam. De bloedsomloop die functioneert uitstekend. De lichaamscellen die blijven zich vermenigvuldigen. De neurale besturingen, zoals in de vorm van reflexachtige bewegingen, die werken gewoon. Alle
orgaanfuncties die zijn intact. Ja. De wisselwerking tussen alles binnen het gehele organisme is intact. De patiënt die wordt gevoed en de spijsvertering en de stofwisseling die functioneren ongestoord. Het lichaam kan een hoge koorts ontwikkelen. Ja. De patiënt die krijgt medicijnen toegediend en die reageert hier ook op. En dus de uitscheidingsprocessen die gaan gewoon door. De wonden die genezen. Mannen kunnen zelfs erecties krijgen. En zwangere vrouwen die kunnen zelfs na drie maanden een levend kind ter wereld brengen. Wanneer de operatie om de organen eruit te halen begint, stijgen hartslag en bloeddruk significant. In een aantal gevallen maakte de patiënt dan afwerende gebaren en komt zelfs een stukje overeind. Dus in verband daarmee worden ook spierverslappende middelen toegediend. Ja. Of wordt de patiënt op de operatietafel vastgebonden. Je zegt ook van nou, als je een werkelijk stoffelijk overschot uit het mortuarium haalt en je gaat het beademen, dan gebeurt er niets en gaat het hart echt niet meer kloppen. Maar de overheid die noemt deze mensen wel wettelijk stoffelijke overschotten. Ja, dat vinden we in artikel 14 van de wet op de orgaandonatie. Daar wordt gesproken over een beademd stoffelijk overschot. Ja. Ja. Nou, je gaat nog even verder. Je zegt van een aantal jaren geleden die weigerde de Engelse cardioloog Dr. David Evans om in het ziekenhuis nog langer aan harttransplantaties mee te werken. En andere hartspecialisten die volgden daarin. En hij zegt onder andere, het fundamentele probleem is dat je niet de organen van een echte dode kunt transplanteren. Vandaar ook de pogingen om de dood opnieuw te definiëren met de term hersendood, om transplantatie maar mogelijk te maken. In het Cambridge ziekenhuis in Engeland weigerden anesthesisten om nog langer aan transplantaties mee te werken. En de Braziliaanse neuroloog Cicero Coimbra heeft de hersendood verklaarde patiënten door een aangepaste behandeling weer tot bewustzijn gebracht. Ja. En in Nederland en in Duitsland zijn er inmiddels allerlei operatieassistenten die niet meer aan dit soort donoroperaties willen meewerken. Ja. En de Amerikaanse Zach Dunlap, die kwam na hersendood te zijn verklaard weer tot bewustzijn. En er zijn met hem nog veel meer voorbeelden van hersendoden die weer tot bewustzijn zijn gekomen. Ja. Dat is nogal even wat. Ja, dat is zeker nogal wat, ja. Ja. Ja, en er zijn, er wordt wel eens de indruk gewekt dat vrijwel iedereen in de medische wereld het erover eens is dat hersendood een goed criterium is. Even voor de duidelijkheid, je moet hersendood verklaard zijn om orgaandonor te kunnen zijn. Mm-hmm. Hè? Want misschien vragen mensen zich anders af, wat heeft hersendood hiermee te maken? Ja. Je moet hersendood verklaard zijn. Als je werkelijk, wat ik dan noem, echt dood bent, dan zijn je organen namelijk niet meer bruikbaar. Mm-hmm. Dus vandaar het ja, hoe moet ik het zeggen? Ik zou bijna zeggen, de truc hersendood, die in 1968 is ingevoerd, die kreeg als vervanging eigenlijk van een coma dépassé. Dat waren mensen die al heel lang in coma lagen. En er zijn tal van artsen, ik heb er een heleboel ook in mijn boek met naam en toenaam genoemd, zowel binnen- als buitenlandse artsen, die zeggen, ja, maar hersendood is een helemaal verkeerd criterium van hersendood die leeft. Bijvoorbeeld de Amerikaanse neuroloog. Neurologen zijn de mensen die hersendood verklaren. Hè? Mm-hmm. Die moeten dat officieel doen. Neuroloog Alan Schumann die zegt, ik ben voor wetenschappelijke nauwgezetheid en ook voor evidence-based, hè, op bewijs gebaseerde dingen. Hij zegt, maar als we op hersendoodgebied, als we daar dezelfde normen zouden aanhouden als met wetenschappelijk onderzoek gebruikelijk is, dan zouden we dat nooit hebben toegelaten. Okay. En misschien ook heel frappant dat een Duitse transplantatiechirurg, de man is inmiddels overleden, Richard Pichelmeier, die schreef aan een oudervereniging van kinderen die donor zijn geweest, hè, die ouders die leven nog, die hebben zich in een vereniging verzameld, die zijn zeer kritisch geworden, zijn er achteraf erg ongelukkig mee dat ze die toestemming hebben gegeven. En die man, die Pichelmeier, die schrijft in een brief, ik heb hem zelf gezien, aan die oudervereniging, als wij de mensen werkelijk zouden uitleggen wat hersendood inhoudt, of wat er werkelijk gebeurt met een organen, want dan zouden we geen organen meer krijgen. Nou, dat is een stukje achteraf eerlijkheid, waarvan ik zeg, dat moet je voor die tijd doen. En nogmaals, het gaat mij dan, ik zeg niet ja of nee tegen orgaandonatie, maar ik zeg alleen maar ja tegen openheid. Tegen eerlijkheid, ook al betekent dat je misschien minder donoren krijgt. Ja, dat begrijp ik. En wat is de officiële definitie die er in Nederland nu geldt voor hersendood? Weet je dat zo? Oh, dat is een goeie. Nee, dat weet ik niet. Je zou kunnen zeggen dat hersendood wordt
vastgesteld aan de hand van een protocol. Dus ja, gaan het protocol maar eens in een definitie samenvatten. Een protocol, dat staat op papier, dat is een heleboel papier en dat is een hele pak papier. En papier is heel geduldig en ik merk nu weer ben ik met een jonge vrouw bezig, die komt binnenkort ook hier voor jullie voor de camera, die ook waarvan gezegd werd, ze is hersendood, dat blijkt niet zo te zijn. Omdat het protocol niet goed is uitgevoerd, om ja, hoe je het maar noemen wil, maar... Dan denk ik ook wel eens van hoeveel mensen hebben daar op die tafel gelegen en kunnen het niet meer navertellen. Zij kan het nog wel navertellen, maar ja, ze komen dat zelf doen. Ja. Dus er wordt ook met protocollen heel onzorgvuldig omgegaan. Ja, in 2013 zei je al, toen je dit artikel hebt geschreven, van eigenlijk is dit hoe dat nu gaat een aanklacht tegen de staat waard. Ja, ben je daarmee verder gegaan? Nou, daar ben ik zeker mee verder gegaan. Het is zo dat ik heel lang heb moeten wachten voordat er zich iets aandiende in die richting. Want op dat artikel, dat hebben jullie gepubliceerd, dat heeft ook een spiegelbeeld gestaan, daar heb ik geen enkele reactie op gekregen. Maar de uitgever van mijn boek is op dit moment bezig met verschillende advocatenbureaus om te kijken of men daar iets in ziet. Dus ik ben benieuwd. Het antwoord is nog niet binnen. Ik hoop dat zeer binnenkort te krijgen. Ja. En heb je nog andere acties ondernomen om iets hier aan te doen? Iedereen zal ervan op de hoogte zijn dat de Tweede Kamer dat wetsontwerp van D66 heeft aangenomen. Het ADR-systeem, hè, actieve donorregistratie, weer zo'n misleidende term. Want als je die term hoort, dan denk je, oh, ik moet actief mij als donor laten registreren, actieve donorregistratie. Maar dat is helemaal niet waar. Je moet juist actief worden als je het niet wil. Dus waarom is er überhaupt nog een donorweek op het moment dat ze eigenlijk allemaal al geregistreerd staan als donor? Omdat er, je hebt het net al gezegd, omdat er heel veel mensen zijn waarvan we niet weten, heet dat dan, of zij wel orgaandonor willen zijn, die dus niet geregistreerd zijn. Ja. Dat is, ja, je had het getal net, maar dat zijn er verschillende miljoenen. En je kunt je afvragen of al die campagnes, al die acties die er nou al sinds 1998, die dan ieder jaar weer opnieuw tevoorschijn komen, of die uiteindelijk zoden aan de dijk zetten. Hoe zou het toch in hemelsnaam komen dat er na al die jaren, nou zeg maar een kleine 20 jaar, nog steeds zoveel mensen niets van zich hebben laten horen? Betekent dat we allemaal te lui zijn? Ik geloof er helemaal niets van. Ja, die zullen er ook wel bij zijn. Ja, wel, maar ik heb meer het gevoel, dat merk ik ook als ik lezingen geef, en die geef ik nog steeds in de landen, dat mensen zo'n onheimisch gevoel hebben van, er klopt iets niet. Mm-hmm. En in plaats van Pia Dijkstra zeggen nu, ja, we moeten het beter uitleggen. We hebben het niet goed uitgelegd. En ik denk, dat is flauwekul. Je hebt het hartstikke goed uitgelegd. Alleen, er valt niks meer uit te leggen. Je zou veel beter naar de mensen moeten luisteren die zeggen, ja, je hebt het nou al 10 keer uitgelegd, maar ik blijf met dat gevoel zitten. Mm-hmm. Doe daar eens iets aan. En dan kom je toch, ja, ik bedoel dat niet arrogant of zo, maar dan kom je toch bij de informatie terecht die ik in mijn boek heb beschreven. En die ik dus van specialisten gekregen. Ik heb het zelf niet zitten bedenken. Helder, maar dus de wet is door de Tweede Kamer, maar nog niet door de Eerste Kamer. Dus hij is feitelijk nog niet actief. Klopt, hè? En nou, ingaande op je vorige vraag. Ik heb een bezwaarschrift gestuurd naar alle leden van de Eerste Kamer. Allemaal persoonlijk aangeschreven. Mijn envelopje op de ouderwetse manier. En dat is mede ondertekend door 133 andere mensen uit alle delen van het land. En daarin vragen wij om die wet niet aan te nemen. Okay. Omdat, zeg maar rustig, omdat de informatievoorziening niet deugt. De overheid heeft allereerst een informatieplicht. Nou, je hebt net die punten genoemd waaruit blijkt dat een orgaandonor leeft en ook nog moet leven. Nou, hoe is deze lijst tot stand gekomen eigenlijk? Want het is best nog wel een lijst, hè? Is dat, is dat uit jouw verhalen die je allemaal met cardiologen en dat soort mensen... Nee, die lijst die van die ondertekenaars bedoel je? Mm-hmm. Nee, van die punten die we opnoemden, wat een hersendood verklaart. Ik ben, even kijken, dat boek is 2 jaar geleden verschenen. Dat was, nou, toen was ik dus sinds 1996 ben ik hiermee bezig, dus dat is na... Pakweg 18 jaar is dat boek verschenen en ja, in gesprekken die ik met mensen heb gevoerd, onder andere met specialisten binnen en buitenland, artikelen, medische artikelen, ook Duits en Engels die ik gelezen heb. Ik ben naar congressen geweest en nou ja, dat soort dingen, daar heb ik mijn informatie vandaan gehaald. En dat is uiteindelijk op verzoek van de uitgever,
van succesboeken.nl, is dat een boek geworden. Ja. Ja. En nu heb ik dus, nog eventjes, ja? Ja, nu heb ik dus dat bezwaarschrift naar de Eerste Kamer gestuurd. En dat bestaat uit 6 A4'tjes en ik ben benieuwd wat ermee gaat gebeuren. Er zijn trouwens veel meer mensen die dat gedaan hebben, heb ik begrepen. Ja, maar ja. Namens jou hebben 133 organisaties en mensen dit ondertekend. Mensen, ja. 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 En als mensen niet willen dat hun organen ter beschikking gesteld worden, wat kunnen ze dan het beste doen? Op de eerste plaats kun je dat in het donorregister laten registreren. En dat raad ik, zolang we dit systeem hebben, raad ik mensen ook aan. Laat jouw keuze vastleggen. Okay. Of je dat nou leuk vindt of niet. Ik vind het ook niet leuk, maar ik heb mij laten registreren met een 2. Dat betekent dat ik geen donor wil zijn. En even voor de duidelijkheid, om maar even aan al die verhalen een einde te maken. Die zeggen, ja, maar je wil wel ontvangen. Nee, ik wil ook niet ontvangen. En het is mij heel duidelijk geworden dat we daarmee moeten ophouden om alsmaar te roepen, ja, maar mensen willen niet geven, maar wel ontvangen. Want alle mensen die ik gesproken heb, die geen donor willen zijn, zeggen ook allemaal, ik wil ook niet ontvangen. Hm. We moeten niet zo eenzijdig zeggen, ja, maar ze willen wel dit. Nee, dat willen ze ook niet. Nee. En dat is ook logisch. Als ik vind dat er in mijn stervensproces ingegrepen wordt, laat ik het even zomaar even kort samenvatten. Om de organen uit mijn lijf te halen, dat wil ik niet. Ja. Het is mijn stervensproces. Ja. En ik wil daarom ook niet dat er in het stervensproces van een ander ingegrepen wordt, omdat ik eigenlijk een ander hart of anieren of longen of weet ik veel wat zou willen. Die wil ik niet. Dus dat wil ik dus ook niet. Nou, dat is natuurlijk heel persoonlijk. Hè? Ik kan me voorstellen dat voor jou zo is. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die dat wel zou doen. Ja. En dus die zeggen nou, ik wil het niet afstaan, maar ik wil het wel ontvangen. Dat die er ook zijn. Ik ben ze nog niet tegengekomen, okay, maar het zou kunnen hoor. Ja. Ja. Dus laten registreren, zeg je. En geldt het oude donorcodiciel nog? Want ik heb bijvoorbeeld vroeger een donorcodiciel getekend. Die draag ik nog steeds bij me in mijn portemonnee. Bedoel je dat rood-witte papiertje? Ja. Nee, Is dat nog geldig of is dat al helemaal... Dat zal enige geldigheid hebben, maar als je dat toch bij draagt, dan kun je net zo goed of misschien nog veel beter in het donorregister laten registreren. Want stel dat dat papiertje kwijtraakt, het staat nergens geregistreerd dat je niet wil. En hoe kun je inschrijven in het donorregister? Dat kun je via de website van donorregister.nl doen. Okay. Dan kun je zo rechtstreeks, gelijk kun je alles invullen. En je kunt ook een formulier downloaden en het met de pen invullen en terugsturen, maar je kunt het ook gelijk via de website van het donorregister doen. Okay. Ja. Zou je nog iets... mee willen geven aan de kijkers? Ja, misschien met het oog op die wetgeving die de Tweede Kamer heeft aangenomen. Ik vind dat werkelijk onbegrijpelijk zoals wij tegenwoordig op een materiële manier met ons lichaam omgaan. Mm-hmm. Kijk, ik heb op een gegeven moment in dat verhaal naar de Tweede Kamer geschreven, even los van allerlei andere dingen. Dat heeft te maken met autonomie en integriteit. Want door dat ADR-systeem in te voeren, stel dat de Eerste Kamer ermee akkoord gaat... ADR staat voor? Actieve donorregistratie in te voeren, zonder de noodzakelijke informatie te geven. Hè? Mm-hmm. Dat is waar we het nu over hebben. Ja. Geeft de overheid blijk haar eigen burgers niet serieus te nemen. Of niet te vertrouwen. Mm-hmm. Of misschien wel allebei. Echter, schrijf ik dan, het menselijke lichaam is geen ding dat door wettelijke manipulaties een andere eigenaar kan krijgen. Door geboren te worden, behoort het lichaam essentieel en principieel toe aan die kracht, die energie, die ziel, die geest, hoe je het ook maar wil noemen, die zich ermee verbonden heeft en die wij mens noemen. Geen enkel mens heeft in essentie en in principe het recht om zich de beslissingsbevoegdheid over een ander menselijk lichaam toe te eigenen. Ook de overheid niet. Dat gaat bij mij zelfs zo ver dat ik zeg, gelet op wat ik hier opschrijf, dat is mijn stellige overtuiging, zelfs ouders hebben niet het recht om te beslissen over of een kind wel of geen orgaandonor mag zijn. Als je dat werkelijk... beseft wat de kern van je bestaan, wat de kern van je wezen is, daar hoor je af te blijven. En ik vergelijk dat wel eens met... Mensen beschouwen hun lichaam ook wel eens als de woning van hun ziel, hè? Mm-hmm. Jij hoeft ten aanzien van je materiële stenen of houten huis of weet ik veel waar je in woont, hoef je niet te laten registreren ergens in een register. Je mag hier niet inbreken en dingen meenemen.
Nee, dat hoeft niet. Nee, dat is waar. Maar voor je lichamelijke woning moet je dat wel als dit doorgaat. Ja, ik vind dat onbestaanbaar. Dus dan, maar goed, op het moment dat je een kind hebt en die is 3 jaar en die overlijdt, ja, dan kom je voor die keus omdat dat gevraagd wordt door de medische wetenschap. En jij zegt van die keus zou er eigenlijk niet moeten zijn. Per definitie iedereen tot en met 18 jaar afblijven. Ja, vind ik wel. Ja. Kijk, en je kind overlijdt, blijf je steeds realiseren dat op het moment dat de organen uit jouw kind gehaald worden, dat kind pas overlijdt op de operatietafel. Want voor die tijd was dat kind nog niet overleden. Nee. En dat is ook de grote misleiding. Ja, daar zou ik nog een heel verhaal over kunnen vertellen, maar dat doe ik nou maar even niet. Dat komt nog wel een andere keer. De grote misleiding die er in de wet staat over na overlijden. Nee, het is voor overlijden. Ja, dat is heel bijzonder. Nou, daar gaan we het zeker nog nader over hebben. Want als ik dit verhaal vertel in mijn vriendenkring die hier niet specifiek mee bezig zijn, die kunnen het gewoon niet geloven. Dus dat, nou, ze mogen mijn boek lezen. Ja, nee, ik heb de voorbeelden gezien. En we krijgen als het goed is van de week ook nog ervaringsverhalen van 2 mensen. Ja. Dus daar kijk ik ook naar uit. Ja. Dus bedankt voor het werk wat je doet hierin, om in ieder geval vrije informatievoorziening ter beschikking te stellen. Graag gedaan. En ik dank jou voor het feit dat je, laten we zeggen, zendtijd beschikbaar hebt gesteld om ook deze informatie naar buiten te dragen. Nou, heel graag gedaan. Oké. Okay. Iedereen bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.